Wouter, surveillancedienst MSD van het Korps Politie Suriname heeft voor dit jaar landelijk reeds 480 rijbewijzen van hardrijders ingevorderd. De politie voert dagelijks op verschillende tijdstippen en locaties verkeerscontroles uit. Daarbij wordt gelet op de bescheiden van het voertuig als ook andere zaken zoals het tintpercentage aan de ruiten en de toegestane maximumsnelheid. De meeste rijbewijzen zijn ingevorderd op weg naar Afobakka. In verband met de grote activiteit in het district Nikeri op zaterdag 24 september zal er gedurende dat weekend een verhoogde wegcontrole worden uitgevoerd op de Oost-Westverbinding richting Nikeri. Aan alle weggebruikers wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Tevens wordt er een beroep op hen gedaan zich te houden aan de geldende verkeersregels.